bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik allemaal nieuwe Catrice make-up uitproberen. Dit is de voorjaarcollectie of najaarcollectie. Ik raak altijd in de war met wat nou wat is. Wacht, ik ga het even opzoeken. Niet dat ik het opzoek voordat ik de video begin. Nee, pas nu. Wanneer is najaar? Dit is de voorjaarcollectie. En ik heb dit gehad in PR. Ik heb allemaal hier make-up. Ik weet niet of dit de gehele collectie is. Ik ga ervan uit van wel, but I'm not sure. Maar ik heb in ieder geval een heleboel make-up producten gehad. En zoals iedereen weet, ik hou altijd heel erg veel van betaalbare make-up. En ik ben dus echt super benieuwd met wat hierin zit. Ik heb ook één product van Essence hier erbij, want ik miste iets van Catrice en ik had dat wel ook gehad van Essence. Dus ik dacht, nou, dan knal ik die er ook even in. Maar goed, ik ben weer allemaal aan het brabbelen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, in de collectie zitten een aantal producten die ik niet ga gebruiken, maar wel wil laten zien, zodat je weet dat het er überhaupt is. Ik heb hier twee nagellakjes. Deze zijn super cute, maar ga ik niet gebruiken, want ik heb altijd acryl. Dus deze doe ik in een winactie, allebei. En ik heb van Catrice een Brow Professional Wenkbrauw Kit. Met allemaal verschillende poeders erin. En een wax en een glow. Dit is de inhoud. En dan heb je hier allemaal verschillende wenkbrauwpoeders. Je hebt hier een witte wax. En hier heb je highlighter. Ik kan dit paletje nou één keer gebruiken om het te laten zien. En dan achterin de kast doen en nooit meer gebruiken. Of ik gebruik hem niet en ik doe hem in een winactie en maak iemand anders er blij mee. Dus ik ga voor optie 2. Dus deze ga ik ook niet gebruiken. Deze drie gaan in een winactie, maar ik wilde ze wel even laten zien. Er zit een klein oogschaduwpaletje bij. Die is vrij neutraal. Dus ik ga vandaag voor de verandering een keer eerst beginnen met het gezicht in plaats van de ogen. Ik heb hier van Catrice de Hydro Plumping Serum. Ik weet niet echt of dit is bedoeld als een primer. Maar zo ga ik hem wel gebruiken. Ik vind het een heel apart product. Zoiets heb ik nog nooit gezien bij Catrice. En er zit dus Hyaluronic Acid in. En dat is perfect voor de vochtarme huid. En dat heb ik echt. Oké, het is niet per se een primer. Het is gewoon echt een serum. En je moet deze in de ochtend en in de avond aanbrengen over je hele gezicht. Nou, ik ga hem gewoon nou random aanbrengen op mijn gezicht. En er staat 2 druppeltjes. Dus dat ga ik doen. Oeh, het is heel plakkerig, zo slijmachtig. Dat is wel apart. Het ruikt super lekker. En mensen, jullie weten, ik heb een normale tot droge huid. Dus zulke producten zijn altijd echt ideaal voor mij. Ik moet hem alleen wel vaker gebruiken om te zien of hij echt iets gaat doen. Want dit is echt skincare. Dus ja, dat moet je een aantal keer gebruiken voordat je echt weet of het iets doet. Het is wel een beetje plakkerig. Maar ja, ik ga gewoon deze nou gebruiken als primer of zo. I don't know. Want ik heb verder geen primer of zo. Wat heb ik wel? De Catrice Poreless Perfection Mousse Foundation in de kleur 30. Ik heb deze dus gewoon gehad in PR. Dus ze hebben mijn kleur gewoon gegokt. Ik denk wel dat de kleur goed gaat zijn, hopelijk. Maar ik zie hierop staan mousse. En wanneer ik dat zie staan, word ik altijd een klein beetje bang. Dat doet me dan altijd denken aan vroeger, toen nog iedereen de Essence Mousse Foundation gebruikte. En we weten allemaal wat voor een oranje fiasco dat was. Maar goed, ik ga hem gewoon wel gebruiken. En het heeft een lichte tot een medium dekking. En het moet je poriën minder maken. En hij is mat voor de normale tot vettige huid. Ik heb dus normale tot droge huid, maar goed, ik ga hem toch gewoon proberen. Op zich handel ik het altijd wel als het een beetje mat is. Ik breng het aan met mijn beauty blender. Oh mijn god, mensen, kijk, het is echt een mousse. Oh mijn god, het ligt hier echt all over the place. Eeuw, het is echt eeuw. Oké, het is echt een mousse. Misschien moet ik dit niet aanbrengen met een spons. Ja, ofwel. I don't know. De kleur is niet echt heel mooi. Het is een beetje een assige kleur. Assig is niet echt mijn kleur. Kijk dit verschil. Hier is het helemaal zo grijsachtig. Oh my god. Oh my god. Ik ga het aanbrengen met een kwast. Misschien is dat wat beter. Ja, mensen, breng het aan met een kwast. Nou mensen, de kleur is echt vreselijk. Kijk dit verschil. Maar het is ook veel te grijs. Echt, wie heeft nou een grijze huidskleur? Dat heeft echt like nobody. Het is wel heel smooth-achtig, maar oh my god, nee. Nee, 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 nee. Ik hoop dat je het goed kunt zien hoe het zo hier ophoopt. Het is echt niet mooi smooth. Vooral zo hier.
Nee, mensen, dit kan echt niet. Ik ga er nog even overheen met een spons om het misschien iets meer smooth te maken. I'm not sure. Ik ben dan gewoon dingen aan het proberen. Nee, deze is echt slecht. Oh my god, wacht. Ik ga het even met mijn phone doen, zodat je het misschien iets beter kunt zien. Oké, ik plaats het hier even. Kijk hoe het eruit ziet op mijn huid. Nee, 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 nee. Nee, nee, dit is echt vreselijk. Nou ja, we gaan gewoon door, want ze hebben ook een concealer. Ook in die kleur 30. Dit is de Catrice Instant Awake Concealer. Ik ben nou ook een beetje bang voor dit product, maar we gaan het gewoon proberen. Oh my god. Er staat dat het een longwear concealer is. Hij flikkert gewoon hier. En met een medium dekking, maar je kunt hem wel opbouwen. En hij is anti-wrinkle en hij hydrateert. Nou, dat zijn weer een heleboel claims. Dit is het kleine sponsje en dan moet je gewoon zo hieronder draaien. En dan moet het er hopelijk na een half uurtje ongeveer uitkomen. Ja, ik denk dat ik het al zie. Ja, hier is het. Oké. De kleur is wel een stuk beter. Dus daar ben ik wel blij mee. Hij voelt ook een beetje koel aan of zo. Dus ik denk wel echt dat hij hydrateert. Zoals er ook op staat. Oké, en dan blend ik het weer in met de andere kant van mijn beauty blender. Nou, ik vind die op zich niet heel slecht. Die blenden heel fijn. Hij maakt ook gewoon goed smooth. Ik vind alleen niet dat hij goed dekt. Je kunt hier nog helemaal donkerheden zien. Ja, ik vind hem mooi, maar ja, hij dekt gewoon niet goed. En dat moet je wel echt doen als een concealer. Dus ook deze raad ik helaas niet aan. Het gaat niet zo goed. Oké, ik heb geen poeder of een contour gehad. Dus ik ga even snel mijn gezicht poederen en een beetje contour aanbrengen. En dan ben ik zo terug. Oké, ik ben er weer. Een beetje contour en een beetje poeder opgedaan. Het heeft verder mijn gezicht absoluut niet gered. Het is nog steeds een mes. We zijn gelijk ingezoomd, want ik ga beginnen aan de ogen. Ik heb hier het Modern Neutralist paletje van Catrice. Het is een heel mooi bruinig paletje voor een everyday look vooral. Dit is dan de inhoud, een heel klein, cute, bruinig paletje. Het is een mix van matte en glanzende kleurtjes, dus ideaal voor een everyday look. Hij is ook super klein en compact, dus handig voor in je tas, voor to go. Dus ik vind het tot nu toe een heel klein, schattig, cute paletje. Ik ga hiermee even een ooglookje maken. Het wordt obvious niet heel heftig of heel spectaculair, want het is een heel vrij normaal paletje. Dus we maken gewoon een leuke everyday look ermee. En ik ga beginnen met de lichtste matte kleur. En die breng ik een klein beetje aan, zo hier onder mijn wenkbrauwen. Ik heb al gepruimd met de concealer. Oké, hier komt niet echt heel veel kleur vanaf. En het is best wel poederig. Dan ga ik beginnen met de lichtbruine matte kleur. En die breng ik aan in mijn arcadeboog. Het is echt een prachtige kleur. Zo, er komt best wel veel kleur vanaf. I like it. En dan ga ik in met de donkerbruine matte kleur. Hiervoor gebruik ik een hele kleine fluffy kwast. En die blend ik dan ook een beetje in mijn arcadeboog. En dan vooral zo hier in de hoeken. En allebei die matte kleuren ga ik ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Zo, er is echt helemaal geen fallout op mijn gezicht. Dat vind ik ideaal. De kleuren blenden ook gewoon goed. Ze brengen ook goed aan. Het is wel een beetje poederig in het paletje, maar dat boeit me echt helemaal niks. Ja, ik vind het tot nu toe echt prima gaan. Dan pak ik de bruine glanzende kleur en die ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid. En dan weer een beetje de randen blenden. Pak ik de glanzende kleur hier. Ik weet niet zo goed wat voor kleur dit is. Een beetje een lichtere kleur. En die breng ik een beetje zo aan, gewoon hier in het midden. Zo, en dan pak ik ook nog de lichtste glanzende kleur. En die breng ik nog een beetje hier aan in de hoek. Nou, echt een prima paletje dit. Super cute. Ik wil ook nog mijn waterlijn bruin maken. Daarvoor heb ik hier eentje een oogpotloodje van Catrice die ik al heb. Deze gebruik ik echt vaak. Ik vind hem ook echt fijn in de kleur Shock Waves. En deze kleur breng ik dan nog zo'n beetje aan in de gehele waterlijn. Dan heb ik ook van Catrice nieuw de Brush Ink Eyeliner Pen. Deze ga ik ook proberen. Ik hoop dat die goed gaat zijn. Er staat op easy to control en al die dingen. Dus ik hoop dat dat ook echt is. En dit is in de kleur 10 en hij is waterproof en zwart. Oké, dit is hem dan. Gewoon mooi en zwart. Ik vind de verpakking heel chic. En hij is super spits. En ook echt best wel zwart. De punt is ook best wel apart. Want het is gewoon niet één lijn. Het zijn allemaal van die haartjes. Die allemaal één grote punt creëren. En hij droogt mat op, zie ik hier. Dus tot nu toe ben ik impressed. Maar ik moet hem wel nog echt aanbrengen. En je moet hem eerst schudden. Oh ja, als je hem schudt, komt er echt meer van uit, af. Dus je moet hem echt schudden.
oh my god. Hij brengt zo ver aan. Hij brengt ook echt super zwart aan. En ook echt gelijk van de punt. Dus wanneer je hem aanbrengt, brengt hij gelijk veel zwart aan. I love it. Hij is echt, ja, ik heb die niet echt perfect gedaan, maar deze hier wel. I love it. Hij is echt super fijn. Ik heb hier ook de Catrice Clean ID Mascara. Deze is ook nieuw. En die geeft volume en lengte. Love it. En hij is gemaakt uit 92% natuurlijke ingrediënten. Vegan. Dit is in de kleur 10 Truly Black. Ik ben benieuwd. Laten we hem gaan proberen. Dit is hem dan. Maar mensen, wij weten allemaal, ik heb niet echt heel veel wimpers. Ik vind hem niet zo. Ik moest best wel veel aanbrengen en hij doet niet echt heel veel. Dus deze, ik vind Essence beter. Oké, we gaan verder. We zijn nu klaar met de ogen. Ik ga even nep wimpertjes opdoen. Ik ga ook even bronzen en blush aanbrengen, want die heb ik allebei niet van Catrice gehad. En dan gaan we verder. Oké, daar ben ik weer met mijn mega AliExpress wimpertjes. I love it. Ik heb ook gebronst en blush aangebracht. Nou ga ik verder met de Essence Glow My Mind. Want ook van Catrice had ik er geen. En ik had ook eentje van Essence gehad. En ik dacht, deze wil ik ook graag proberen. Ik had hem ook geplaatst op mijn Instagram verhaal. Dus volg mij vooral op Instagram als je wilt zien wat ik allemaal krijg. En mij elke dag wilt erbij houden. Want ik plaats alles op mijn verhaal. En toen kreeg ik ook een aantal berichten over dat dit paletje echt geweldig is. Dus ik ben echt benieuwd. Je hebt dus drie kleuren. Een beetje een pinkachtige kleur. Een lichte champagne kleur. En meer goud. En dit is de kleur 1 Here We Glow Again. Ik weet niet of er nog andere zijn. Maar dit is die ik heb. Oh wauw, ze swatchen echt geweldig. Dit zijn de drie kleuren. Welke kleur ga ik gebruiken? Ik ga denk ik voor goud. Dus de kleur hier. Wauw. Oh, dit is echt blinding. Mensen gaan jou zien vanuit een ander land. Oh oké, dit is echt blinding AF. I love it. Ik hou altijd van heftig. En ik breng ook echt helemaal niet echt heel veel aan ofzo. Oh wow, het is echt heftig. Oké, ik had misschien iets minder moeten doen ofzo. Oh my god. Even kijken, dan pak ik de lichtste kleur hier. En die ga ik aanbrengen op mijn neus. Misschien is dat wel iets te licht voor mij. Maar ik wil gewoon alle kleuren proberen. Dan een beetje zo hier. Niet too much. En dan zo een beetje uitblenden met mijn vinger. Prachtig. En dan pak ik de andere kleur hier. En die wil ik dan een beetje extra aanbrengen hier in mijn binnenste ooghoek. Echt amazing. Wauw. Ik breng ook een beetje hier zo aan. Gewoon voor een beetje extra glow. Amazing. Dit paletje is echt wauw. Maar als jij niet houdt van wauw, dan is het niks voor jou. Want hij is echt best wel heftig. En ik bracht helemaal niet echt veel aan. But I love it. I love it, love it, love it. Oké, dan blijft alleen nog over de lippen. Voor de lippen heb ik een aantal producten gehad van Catrice. Ik heb om te beginnen heb ik gewoon twee normale Catrice lipsticks gehad. In twee kleuren. Een beetje meer roze-achtig en een beetje meer rood. Nou, echt twee prachtige kleuren. Dit zijn de kleuren. Even kijken. 20. Dit is de kleur 20. En die andere is de kleur 70. Die is meer rood. Allebei prachtig. En ze hebben allebei een satijnen finish. Heel erg mooi. Dan heb ik hier ook nog de Volume Extreme Lip Plumper van Catrice. Dit is dus denk ik gewoon een balmpje. Of ja, ik bedoel gewoon een glossje. En die moet dan je lippen heftiger maken ofzo. Hij brengt wel echt fijn aan en ook een beetje minty-achtig. Ik laat die even erop. En dan heb ik hier als laatste de Catrice Hemp & Mint Glow Lip Balmpje. Dus ook die is vast heel erg fijn. Hij is dus zo lichtblauw en ook zo mintachtig, maar hij geeft verder niet echt een kleur af. Kijk, ik heb hem nou hier gedaan. Of ja, ik zie wel een beetje een licht roze kleurachtig. Oh ja, hij verandert van kleur. Dus dit is zoiets wat matcht met jouw lipkleur of zo. Oké. Nou, dit ding voelt een beetje prikkerig aan. Ik weet niet echt of hij mijn lippen echt vol maakt. Ik vind het alleen niet zo mooi dat ik een beetje een witte waas zie op mijn lippen. Daar ben ik altijd niet zo van gediend. Ik breng even de lippalmpje aan. Brengt wel een beetje stroef aan. En oh mijn god, de kleur is echt best wel fel. Ik hou niet van zo'n kleur. Maar als je daar wel van houdt, dan vind je hem fijn. Want hij voelt echt heel prettig aan. Ik wilde dus zeggen dat dit is ideaal voor als je geen make-up op hebt of zo. Maar de kleur is toch best wel heftig voor iemand die geen make-up op heeft. Oké, dan de lippen. Voor welke kleur zal ik gaan? Ik ga ze gewoon even allebei opdoen. Ik begin met de nude kleur 20. Oeh, die voelt super fijn aan. Heel smooth. Hij is niet super mat, maar hij oogt wel een beetje matachtig.
I love it. Ja, heel mooi. Dan ga ik ook de andere opdoen. Die is meer rood. Ik match het wel even met een lippot. Het loodje die ik aanbreng is van Kiko in de kleur 305. Nee, wacht. Ik doe een andere. Ik pak de kleur 319. Ja, heel mooi rood. Wauw, ik vind hem echt oké. Deze is echt heel mooi rood. Kijk hoe mooi, jongens. Oeh, I love it. Nou, dan is het bakje helemaal leeg. Ik heb alle make-up gebruikt. Nou, ondanks dat de video niet zo goed begon, ben ik toch nog wel blij met de look. Ja, mijn huid is wel echt een mes. Maar ja, whatever. Nou, wat vond ik van alle producten? Ik begin met wat ik gewoon slecht vond en niet meer ga gebruiken. De Catrice Lip Plumber. Ja, hij maakte mijn lippen zo wit. Zo'n wit waas, zo grijsachtig. Ja, dat vind ik niet echt heel erg mooi. De mascara vond ik ook niet zo. Ik moest best wel veel aanbrengen. En alsnog gebeurde er niet echt heel veel. Ik hoef het denk ik niet meer te vertellen. Kijk mijn huid, jongens. Die foto laat alles zien. Deze is echt vreselijk. En dat is nog licht uitgedrukt. En de concealer. Ja, nee, toch niet. Ik vind hem niet zo mooi en hij dekt niet goed. De Hyaluronic Acid Serum ga ik zeker vaker gebruiken. Ik ben benieuwd of je echt iets gaat doen voor mijn huid. Wat vond ik goed? Het oogschaduwpaletje. Super betaalbaar, super klein. Ideaal voor echt een everyday look. I love it. De twee lipsticks. Heel erg creamy, maar ook weer mat. Ik vind ze echt prachtig en heel veel pigment. Ik vind de lipbalm vind ik ook fijn. Ik vind alleen de kleur, die worst, vind ik niet zo mooi. Maar dat is een persoonlijke voorkeur. Deze eyeliner pen is echt amazing. Catrice doet het altijd goed, want ik heb ook een andere hier. Even kijken. Ik heb ook van Catrice de Calligraph Pro en die is ook echt geweldig. Dus ik weet niet wat hun doen, maar they are amazing. Ja, en dan Essence. Killing it. Super mooi. Heel erg heftig. De verpakking is wel echt best wel groot en niet echt heel handig. Ze hadden het best wel iets minder groot kunnen doen. Dat vind ik niet zo fijn, maar de kleuren echt geweldig. Ik vind ze echt prachtig en lekker heftig. I love it. Nou, dat waren dan alle producten die ik vandaag heb gebruikt. En dit is dan wat ik ervan vind. Let me know wat jij vindt van de look. Vind je het mooi? Het is niet echt heel spectaculair, maar gewoon voor de verandering een keer gewoon een mooie everyday look. Want ik maak toch altijd best wel vaak heftige looks. Dus het is misschien ook wel leuk om gewoon een keer een normale look te kunnen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!